Zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Ik ben de vlog in aan plannen. Voilà. En dan ga ik ze biedt vertrekken richting mijn werk toe. Echt waar, dankjewel kijkers. Dat jullie echt massaal zitten te kijken naar mijn vlogs. Dat doet mij ook deugd. Ik krijg ook via kanalen ook voor bepaalde zeggen van kun je eens voor mij die persoon een gelukkige verjaardag wensen, die persoon een gelukkige verjaardag wensen. En wel, dat wil ik ook wel doen. Dus dan ga ik dat ook straks eens even dus doen. Bepaalde personen ook nog een gelukkige verjaardag wensen, omwille van dat ze het vragen. Psycho, kun je eens voor die eens een gelukkige verjaardag wensen? En wel, dan zal ik dat ook wel eens doen. Voilà, ça. Ja, oké. Allee, mensen. Ik ga jullie nu laten. Ik ga nu ook nog gauw een e-mail opmaken. Juist. Dat moet ik ook nog doen. Voor, voor een betaling. Als het erdoor is gekomen. Want gisteren waren er even wel een paar problemen op een bepaalde website. Ik zal zeggen, Telenet website. Waardoor dat ik mijn aanrekening niet kon bezien. Voilà, nu wel. Even kijken, nu betalen. Nee, dat is het niet. Soms is het soms wel moeilijk om het te vinden. Voilà, downloaden. Nee, ik ga het anders zo doen. Hupsa 3. Betalingsinformatie. Voilà. Plakken. Betaling. Telenet. Dimitri Remus. Voilà. Dan wordt dat ook al betaald. Dan kan ik blijven uploaden naar jullie toe. Ik kan daar dus niet veel van maken. Dit is een betaling van Telenet. Met vriendelijke groeten, Dimitri Remus. Voilà, zo schoon maak ik de mails op. Het is succesvol verstuurd, zegt hem nu. Eens even kijken als ik nog geen andere e-mails heb binnengekregen. Nee, dat is goed. Nu ga ik nog eens vernieuwen. Dan eens kijken als hem ook aan is gekomen. Hij is ook al aankomen op de juiste e-mail. Voilà. Eens even kijken, content. Die is dan nog niet geüpload, zeker? Nee. Nog 3 minuten. Daar ga ik niet meer op wachten. Dan zeg ik ook tegen mijn computer, zeg, sluit maar automatisch af. Dan zal ik dat nu in op 30. Nee, op 35. Dan sluit hij ook mijn computer automatisch af. Voilà. Dan ga ik wel zorgen van nu vertrekken naar mijn werk toe, want het is hoogtijd. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Hallo kijkers, en ja, welkom op het vervolg van mijn vlog. Jawel, hallo. Ik heb een klein beetje slecht nieuws. Het is bagger weer, ook buiten. Dat geeft me echt vandaag geen fut om iets te doen. Ik heb dan ook nog het grote probleem is, gisteren was het dan toch redelijk laat nog geworden voor mij. En was ik ook redelijk wat moe, ook op het werk. Ik ben nu nog altijd moe. Dus ik ga het er redelijk vroeg ook in kruipen. Dat is misschien ook het beste. Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb ontstikkering gedaan van bussen. Dan ook nog ingestapeld, gestapeld. En ook op de band gezet en ook even alleen gewerkt. Ja, het was een wow dag.
Niks tegen Globachem of zo, maar ik ben gewoon uitgeput. Dus ik ga de vlog ook niet te lang maken. Jammer dat het van deze keer een vlog is van... Jawel, dames en heren. Een vlog van 5 minuten of iets minder of iets langer, dames en heren. Ik ben er niet content om. Ik ben er echt niet content om. En al mijn betalingen zijn ook rond. Ik heb nog informatie horen waaien. Ik heb nog altijd wat hoop op Recomatic of FOM. Maar momenteel staat het nog altijd op Winter Editie. Misschien best als ze 1 editie gaan doen. Misschien, ik weet het niet. Ik zal het wel jammer vinden. Ziet, ik ben zo moe dat ik echt niet meer weet wat ik moet zeggen. Ik ben echt moe. Ik weet niet hoe het komt. Ik heb juist ook nog de afwas gedaan. Ik heb nu nog gauw even een klein douche genomen. En dan wat serie kijken. En dan in slaap vallen. Hoogstwaarschijnlijk. Ik ben echt moe. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op belletje te drukken. Dan blijf je ook te horen wanneer dat er een nieuwe vlogvideo of een livestream of een short movie is. En vooral zoals altijd hoe ik mijn vlog beëindigd is. Yo, 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 yo.